Ik wil je weg! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik zeg het een keer goed, zeg eens mogelijk. In de vorige aflevering zijn wij in de Perplexing Pool zijn wij in cave ingegaan. En hebben we heel veel gevaarlijke vijanden gevonden, maar ook heel veel goede treasures. In deze aflevering gaan we daarin verder, want ja, caves die nemen nogal veel tijd in beslag, zoals je hebt gezien. Ik bedoel serieus, 1 aflevering, 5 floors. Nou ja, het is op zich wel decent, daar niet van, maar... Goed! Zul je net zien, final floor. Dan ga ik huilen. Toen had ik hem net zo goed gisteren nog kunnen plaatsen. Zeg het niet. Ik haat je wel. Oké. Deze final floor is niet de moeilijkste final floor. Als je hier dus zeg maar zit met je gele team, zit je eigenlijk al hartstikke goed. Hij komt er alleen maar rondlopen, komt alleen maar rondsnuffen van... Hey, heb je iets voor mij? Wij zeggen nee. En dan is hij ook tevreden. Ik weet niet hoe dat, of hij echt een benaming heeft. Maar dat is dus de Giant Breadbug Base, noem het maar op. De manier waarop dat je die baas wil verslaan is heel erg simpel. Je wil zeg maar vijanden verslaan. En op het moment dat hij langskomt om die vijanden zeg maar op te pakken, wil je gelijk je team klaar hebben. Om hem dus zeg maar mee te slepen naar jouw basis. En hier hebben we dat geval. Oké, heel snel. Zijn wij een baas? Wij zijn een baas. Oké. Dan is het heel erg belangrijk dat jullie niks doen. Nou zul je ook zien dat dit niet gelijk gekild wordt daardoor. De reden hiervoor is, het is een baas, dus zul je het wel een paar keer vaker moeten doen. Dus ja, wat ik aanraad is, kill gewoon een paar vijanden. Komt hij van eigenlijk wel op af. En sleur hem naar de basis toe. Dat is praktisch hoe dat je hem wil verslaan. En voor de rest zitten hier niet echt hele erge gevaarlijke vijanden. Het enige wat heel erg gevaarlijk is zijn de stroomhazards weer. Die we al eerder hebben gezien. Want de stroomhazards, zoals dat we weten, zijn extreem gevaarlijk. Oké, nou is dit al genoeg om hem te verslaan? Dit is genoeg om hem te verslaan. Nou jongens, we hebben de baas verslagen. Kortste de baas in history. Weet je waar, we nemen hem mee. En ondertussen dat ze dus nu onder die... onder een gum staan. Nee, we zijn het beest eigenlijk aan het dragen. Processing. How bizarre. An item proves they have fallen out of that freakish creature. Deze is toch wel vriendelijker. Hij deed toch niks? It must have been a greedy beast to swallow something like this. Als we het over greedy gaan hebben, ik wil het heel vervelend doen, maar wij met ons hele Pikmin team pakken alles wat een of andere waarde zou hebben. Dus wie is hier nou greedy? Maar goed. Laten we eens kijken wat het is. Want baas-items hebben altijd een specialiteit in zich. 100 poko's waard en het is de Dream Material. Nou, dat zou ik niet zeggen, want op het moment dat ik hem gebruikte voor mijn potloodwerkstukken, dacht ik altijd bij mijn eigen van... Waarom heb ik dit weggegumd? Dus voor mij is het niet echt Dream Material. Maar goed. This intruding material does not conduct electricity. Had je dan net niet een goede rubber elastiek kunnen pakken. It is far more advanced than the material I was researching. How frustrating. Ach, zeur toch niet zo. A spacesuit made out of this wonder alloy would insulate the wearer from electric shocks. Excellent. This new material has allowed me to complete my anti-electrifier. It is my own invention with only the smallest iota of outside inspiration. I have reconfigured your suits with this material. With this new material. They will now protect you from electricity. Nou, dat is handig. Dus ja, we hebben een hele handige suit upgrade gekregen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over elektriciteit. En... HAM! Oh, nee. Oké, jij wint. Never mind, jij wint. Die ham die zullen we later nog wel krijgen, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ik ga heel eventjes focussen op deze beestjes. Heel eventjes te killen. Hopelijk dat ze dan die wel meenemen. Dan zijn ze makkelijker te killen. Of we gooien gewoon de Pikmin bovenop hun hoofd. Zodat we al eigenlijk in de vorige aflevering hebben gedaan. Dat is ook nog altijd een optie. Maar ik wil die ham! Ik wil ham! Zo. Oké, nou. In ieder geval, die upgrade. Ja, eerst zouden we zelf nog schade krijgen van elektriciteit. Maar daar hoeven we ons nou gelukkig geen zorgen meer over te maken. Zijn jullie al... Oh, hij is...
Purple potion! Daar ligt een purple potion. Oké, jullie helpen even hem eventjes naar zijn demise. Kom op, oké, jullie winnen. Dan helpen jullie hem eventjes. Breng ze maar naar basis, kill ze maar gewoon. Er ligt daar gewoon een purple potion. Oh, jeez, wat ben ik blij. Oké, dan gooien we nog eventjes een Pikmin op hem om hem even te finishen. Sorry. Gooi even nog een Pikmin op jou. Gooi nog even een Pikmin op jou. Of we doen het zo, dat kan ook. Oké, nou. Zo, daar ligt veel. Ik neem het... Oh. Ken ik iemand om boven toe om ze zo te gooien? Ik neem het allemaal mee. Een donut. Die ik heel vaak bij de Eftelingen zelfs heb zien liggen. Hem! Wel gelijk goed lopen, hè? Niet de Tour de France gelopen. En hopelijk heb ik even acht genoeg... Nee, ik heb niet genoeg... Oké, dan heb ik... Sorry. Wacht eventjes. 10. Ja, hou ik er eentje over. Volgens mij zijn dit ook alle treasures die we hier kunnen vinden. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Donut! Oké, het is niet echt veel waard, maar hallo. Sweet, sweet dreamer. Ik geef je groot gelijk dat je hem zo hebt genoemd. Die vond ik altijd zo lekker om bij de Efteling of zo een keertje dan te gaan halen of zo. Maar ze zijn wel duur geworden. Oké, nou weet je waar? Ga jij even daar zinloos aan werken. We hebben nog meer treasures. Ham! Ik vind het ham. Dat is ham. Dit is ham. Ham! Ham! Meet of Champions! Ham! Oké. Sorry. Oké, en dan natuurlijk... Als we een rode druppel vinden, snappen we ook wel dat de paarse druppel iets anders is. The purple drop you see contains refined ultra bitter essence. One drop contains one dose. Use it on hostile creatures and frozen creatures and press 1 to spray. We hebben gelukkig gezien in de vorige aflevering wat we... Have you tried it yet? Jazeker. Heb je dat beest gezien? Maar goed. Je hebt de hele tijd dat wijsneuzeringen tot je alles zo weet. En tot je tegen ons begint te zeuren op het moment dat wij fout maken. Mijn beurt. 1 dosis. Maak er maar 2 van. Hetzelfde trucje werkt daar. En een omelet. Wat leuk. Hideous Victual. Zeker nog nooit lekker een omeletje of een eitje gebakken. Oeh, daar heb ik er eigenlijk zin in. Ja. Nou ja, weet ik van... misschien vanavond even een eitje bakken. Waarom ook niet. In ieder geval 100 poko's weer. En volgens mij zijn dat alle treasures die we hier kunnen vinden. Maar er ligt nog iets heel erg belangrijks. Zoals ik al zei, het is niet echt noodzakelijk om alle vijanden te killen. Je hoeft je dus absoluut nergens geen zorgen over te maken. En als we dus Olimar in die drup duwen, hetzelfde als de rode potion, werkt ook met paarse potion. 2 potions voor de prijs van 1. Nou, de Pikmin die zullen ons automatisch volgen. Zoals je ziet, we krijgen geen schade meer van elektriciteit. En ondanks dat hier die elektriciteit zit, moet je opletten wat ik nu ga doen. Dit klinkt dodelijk, maar het is het niet. De Pikmin die lopen gewoon door die stroom heen en er gebeurt helemaal niks omdat het een cutscene is. Ik hou van dit spel. Oké, dus we hebben in totaal... Wow, heel veel treasures. Dan ben ik benieuwd hoe die Haribo heette. We hebben gewoon 1300 in één keer opgehaald. Geen Pikmin verloren. Dit was een geweldige dag. Nou, voordat ik dus verder ga, even kijken hoor. Die drone supplies, is dat die Haribo-zak? Drone supplies, serieus? Ah. Oh ja, we hebben de cave compleet. We zijn geen Pikmin kwijtgeraakt. En ja, enorm veel geld opgehaald. Nou, is er nog één ding wat we in de perplexing pool kunnen doen? Ondanks dat we nog maar 10 seconden de tijd hebben. Vergeet niet, we hebben nog maar 10 seconden de tijd. Voordat het nacht wordt. We krijgen eerst een pop-up van, hey, je hebt 40% gehaald. 40% of debt recovered. En ik ga nog niet eens een Pikmin reorganiseren. We nemen gewoon de hele Pikmin squad van 100 mee. We hebben nog 9 seconden. 8. Want als we hier dit weggetje volgen, zit hier namelijk nog een cave. Geloof me, we hebben elektrische Pokémon. We hebben elektrische... We hebben elektrische Pikmin bij ons. Dus we kunnen hem aan. My sensors are giving out forbidding signals. These signals could very well mean... Ja, geld, treasure. That this hall is filled with wretched nasty bugs. Vicious program terminating bugs. Ach, arme jij. Oké, nou we hebben ze alle 100 hebben we bij ons. Vuur en stroom. Nou, we hebben ze allebei bij ons. Daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. We hebben alle 100 Pikmin. Gelijk erin gaan!
Vergeet niet, dit is nog steeds diezelfde dag die we begonnen zijn op een zondag. Ja, dit is nog steeds diezelfde dag. Er is zoveel wat je kan doen in één dag in Pikmin. Dat is gewoon geniaal, omdat de tijd stilstaat in die caves. Goed. Trouwens, waarom zouden we niet eerst deze cave doen en daarna die andere cave? Omdat die andere cave moeilijker was om toegankelijk te komen. En deze zat dichter bij basis. Dat is eigenlijk een beetje de reden. Oké, we hebben... flying shagrab! Oké, nou zit er hier dus ook weer een andere nieuwe vijand. Namelijk deze bladerbeesten. Deze bladerbeesten die zie je gewoon liggen. Lijkt heel erg onschuldig, maar ze pakken dus ook elke keer één Pikmin als je ze daar de kans voor geeft. Dat willen we natuurlijk niet. Dus, weet je wat ik eventjes doe? Ik wil heel eventjes niet mijn hele team bij hebben. Ik wil alleen de paarse hebben. Zijn het alleen paarse? Ja, we hebben ondertussen 29. Die andere heeft een dagje vrij. Maakt mij het uit. Oh, jij leeft nog! Nu niet meer. Oh, shit, grabs. Kill. Nee, ik hoor een jank. Zijn we er geen kwijt? Hier blijven. Je hebt geen vakantie. Jij ook niet. Jij ook niet. Oh, hier zit er ook nog één. Nou, niet meer. Och, een tomato. Zit er een flintbug? Nee. Jullie zijn klaar. Oh, hier zitten nog een paar flying shit, grabs. Zoals er al ons gewaarschuwd werd, stond er dus zeg maar hier heel erg veel vicious beasts zouden zitten. Waaronder dus zeg maar de flying sheergrubs. Die echt heel erg vervelend zijn. Normaal gesproken gaan ze vliegen op het moment dat ze nog maar 50% health hebben. Maar ja, wij hebben paarse Pikmin bij ons, dus we geven hem nog niet eens de kans om... We geven ze nog niet eens eventjes de kans. Wat een muziekje trouwens. Ik ben heel even stil voor jullie, zodat jullie het kunnen horen. Oké, nee, het is veilig. Oké, neem die tomato, neem hem maar mee. You say tomato, I say tomato. Waarom ook niet? Ik weet niet wat hun aan het doen zijn, ochtendgymnastiek of zo. Ligt hij trouwens nog ergens iets verborgen? Ik ben sterk dat hij niks meer ligt verder. Is het echt alleen die treasure? Huh. Hoeveel krijgen we ervoor? Money. 40. Dan moet je dan 20 Pikmin voor hebben. Love Nugget. Nou, ik weet niet hoe dat je daar liefde in ziet, maar goed. Ja, oké. Alleen de tomaat. Dat is alles. Dus een tomaat wordt gezien als Love Nugget. Oké, waar zat nou die cave? Oh. Ik ben er net al een keer langs gelopen. Misschien moet Louie daar echt een keertje wat dichterbij zetten of zo. Nogmaals, je hoeft niet alle Pikmin bij je te hebben om naar die cave toe te gaan. Alle Pikmin die je op dat moment in de cave bij je hebt, zul je automatisch volgen. Zonder dat je dus Pikmin kwijtraakt. Oh, ik hou van die functie. Dus ja, toch gelijk door naar een tweede cave. Ik vind eigenlijk best wel goede progress. Oké, sublevel 2, hartstikke leuk. It's the citadel of spiders. Nou, ik heb nog geen spin gezien, alleen maar flying sheergrubs en van die bladerdeetjes. Oké, wat hebben we hier? Zo te zien hebben we vuurhazard, dus ik heb eventjes een rode squad nodig en dan de paarse voor de vijanden. Oké. Dus even mijn rode squad, hoeveel heb ik er nog? 25. Kan kloppen, maar we hadden er 30 over en daar hebben we dus purples van gemaakt. Dan hebben we 29 purples hebben we bij ons. Oké, nou, de rode die fixen we heel eventjes om deze vuurdinges uit te halen. Zou je ook mijn andere Pikmin kunnen doen, want echt serieus op het moment als je dat goed timed. Maar mijn rode is het een stuk makkelijker. Wallywogs. Oh god, Wallywogs. En nog een, ik zie een andere nieuwe vijand. Ik heel eventjes mijn paarse team er heel eventjes op gooien. Die spin die we daar toevallig zien. Kun jij heel eventjes mijn kant op springen? Hi. Dankjewel. Ik hou ervan als vijanden naar mij luisteren. Dan zijn ze zo makkelijk te killen. Ach, je had ook nog eens een keer een treasure bij je. Wat leuk. Deze vijanden. Die vinden het namelijk nogal leuk. Om een element zeg maar op hun te gooien. Of om treasures op te pakken. Deze die zijn rood, dus die zullen automatisch vuur gebruiken.
Dus op het moment dat je hun zeg maar aan zou vallen met rode Pikmin, zou je dus goed bezig zijn. Ik val samen met paarse Pikmin, omdat serieus, die beesten die stellen eigenlijk heel weinig voor als je de paarse Pikmin ervoor gebruikt. Voordat jij iets oppakt, dan moet je iets namelijk op hun hoofd gooien of dat ze dan zeg maar pas uitgeschakeld zullen zijn. Oké, dan gaan wij jullie heel eventjes gebruiken om even hier eventjes de vlammenwerpers eventjes uit te schakelen. Dat is natuurlijk ook heel erg handig om dat te doen. Hij is eigenlijk niet nodig, maar lekker belangrijk. Dat is eigenlijk best wel een nadeel, dat je alleen maar de rode Pikmin nou hier gebruikt om dus... Hi. Geen booby traps? Ik ben zo bang voor booby traps, hè. Want het kan dus zeg maar meer zijn... Oh, kijk, hier hebben we er toevallig eentje. Hier hebben we een spider die een tracer heeft opgepakt. Wat leuk. Dus dan wil je bovenop zijn hoofd springen om ervoor te zorgen dat hij dus... Oh, daar doet hij zijn vuuraanval. Wat leuk. Maar ja, dan wil je dus zeg maar bovenop zijn hoofd Pikmin gooien, zodat hij zijn item laat droppen. En ons daar dus zeg maar geen zorgen over hoeft te maken. Nou, alle vijanden zijn hier een beetje gekild. We hebben hier een muur. Ik weet niet wat er achter die muur eventueel zou zitten. Maar laten we hun eventjes gebruiken om eventjes die muur even... Oké, we nemen de lippenstift mee. Ik weet niet hoe dat een treasure kan zijn, maar misschien voor de vrouwen in Hokkateet. Wie weet. Lip service. Het is maar hoe je het wil noemen. Goed. Eventjes die top meenemen. 3 is genoeg? Nee, moeten we er 4 voor hebben. En dan nemen we ook gelijk hier heel eventjes het rubberen eentje mee. Waarom ook niet? Gaat een stuk sneller zo. En stop het nou eens met die eieren die overal vallen. Dan geef me een hartverzakking. Ik weet dat er namelijk ook vijanden kunnen vallen. En we hebben... Sinalco. Activity Booster. Omdat als je hem opent, dan krijg je een tsch en heel veel schuim. Iets in die trend. Oké, nou, hun zijn even met Duck Hunt bezig. Hier ligt niks. Zie je, dit is dus het nadeel van die random. Soms zou er hier dus een treasure achter liggen. Maar omdat elke cave random wordt gegeven, is het elke keer maar de vraag of er überhaupt wel iets zou zitten. En dan kon ik nog een kikker. Oh, jullie hebben hem al. Gewoon nog een kikker. Ik wil hem alleen een eende hoofd te hebben. En kijk zo onschuldig naar boven. Waar is het rechts van zijn lichaam? Paradoxical Enigma. Creepy as neus. Oké, nou we hebben in ieder geval alle treasures. Hadden we nog wat purples die... Ja, we hebben er nog 2. Maak we even liefs van. Of liefs, maak we even flowers van. We zitten op 18 minuten. Ja, we doen er nog wel één. Vooruit dan. Ik bedoel, het is vandaag... Shit. Dinsdag? Nee, hè? Wel? Even kijken, ik heb de eerste, dat was die. Die andere, dat is een 2-parter geweest. Dus hebben we de... Ja, nee, het is dinsdag. Maakt niet uit. We komen er wel. We doen nog gewoon even deze floor. Everybody do the... Oh! Stroom. Niet goed. Niet goed. Ik hou niet van stroom. Ik hou niet van lava. Ik hou niet van stroom. Nee, geen witte. Geen witte. Absoluut niet. Ook nog een rode ertussen? Nee. Oké, zijn dit allemaal gele? Volgens mij wel. Kun je dus checken door op de beacon op te drukken terwijl dat je een Pikmin vast hebt. Oké. Elektriciteit is namelijk niet iets waar je dus andere Pikmin bij... Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, maar ik wil er ook geen Pikmin aan opofferen. Dat zou gewoon gemeen zijn. Oké, wat ligt hier? Wow, hoi! Dit is een nieuw soort candy butt dinges. Mocht je Pikmin kwijt zijn geraakt in de cave... Is dit een manier om extra Pikmin te krijgen? Nou, we zijn gelukkig geen Pikmin kwijtgeraakt. Maar voor elke Pikmin die je erin gooit, geloof ik dat er 10 nieuwe Pikmin voor uitkomen. Dus je krijgt er nu 9 nieuwe Pikmin krijg je ervoor terug in de plaats. Handig dus als je een paar Pikmin kwijt zou zijn geraakt. Op dit moment hebben we ze niet echt nodig, aangezien dat we geen Pikmin kwijt zijn geraakt. De kleur trouwens die hij aangeeft, die kleur Pikmin zul je krijgen. En wacht eens eventjes, is er dan niet al een manier om een blauwe Pikmin te krijgen? Ik zie hem rood, geel. Nee, hij verandert niet in blauw. Dat is jammer. Normaal gesproken zou hij ook in blauw veranderen. Maar het zou wel leuk zijn als we dat zouden tegenkomen.
Oké, nou heel eventjes jullie eventjes uitschakelen. Want jullie killen anders namelijk heel mijn Pikmin squad, behalve de gele. Geen fan van. Is dat een vuurgeizer erachter? Oh, nee, dat is een swoopy snitchbug. Hou ik niet van. Ga heen. Aangezien dat we ons nog geen zorgen meer hoeven te maken over elektriciteit, zullen jullie neervallen. Jongens, jullie moeten eerst even flippen. Ja, eerst even eerst om laten flippen, dan aanvallen, ja? Oké, nou, dan vallen we jou even weer aan. Ach, hij heeft er eentje geplant, hoor. Geen fan van. Jongens, eerst flippen, dan pas aanvallen. Oké, nou, die is ook alweer verslagen. We zijn met zoveel vijanden tegelijkertijd bezig. Ben je dood? Mooi. Oké, tijd om jou aan te vallen. We zijn een paar gele kwijtgeraakt. Niet in dat ze overleden zijn of iets in die trend. Gelukkig niet. Maar we zijn er een paar zijn we dus kwijtgeraakt die het nodig vonden om vijanden terug te brengen naar de basis. Nee, dat maakt niks over uit. Nou, die kant is nou helemaal veilig. Dan wil ik eigenlijk het andere team alvast eventjes aan die muur laten werken. Oh, weer een swooping snitch bug. Oh, ik word er zo moe van die beesten. Hoi. Kom dan. Team, aanvallen! Oh, die zijn... Ze zijn nog niet eens dodelijk, maar ze zijn gewoon zo irritant. Oh, kom op. Kom op. Hé! Hey. Laat hem los. Laat het gaan. Nee. Oké, fijn. Nou zou je denken van ja, paarse zou dat niet een stuk fijner zijn. Ik heb het een paar keer zeg maar met paarse geprobeerd. En geloof me. Als je dit doet met paarse. Niet in de let's play, maar gewoon toen ik zelf... toen dacht ik bij mijn eigen van... ja, mijn paarse die zijn toch veel sterker. Waarom gebruik ik niet gewoon een paar paarse? Op het moment dat je dus zeg maar dit zou gaan doen met paarse... Eén straal is genoeg om heel je paarse team uit te schakelen. En paarse zijn nou niet echt bepaald de makkelijkste om die te vinden. Die maken we dadelijk open met het andere team. Het gaat er maar eventjes om tot de elektriciteit overal weg is. En volgens mij zijn we veilig nu. Dus kunnen we het hele team meenemen. 100 Pikmin. Even kijken. En dan zet ik hier eventjes de witte op samen met de kapitein dat hij er even bij blijft. Weet je wat? Doe ik maar eventjes de rode. Zo. Oké. Oh, terug. Terug. Ik kan niet... Ik hoorde mijn briefbus op de achtergrond. Post op zondag. Hoe is het mogelijk? Even kijken, want jullie hadden... Oh, jullie zijn al klaar? Nemen jullie het automatisch mee? Oh, jullie beginnen al te graven. Hoort zo. Allemaal... Jullie allemaal. Niet alleen de witte. Hoort zo. Oké, nou dan kunnen de gele eventjes dat meenemen. Nee, de, nee. De gele. Oh. Hi. Nee. Gewoon nee. Dank je. Die ene paarsje is bezig met het graafwerk. Heerlijk. Oké. Het logo van Shell. Memorial Shell. Zeker is mooi. Oké, nou. Ik wou de gele, die wou ik dus zeg maar daar aan laten werken. Gooi toch automatisch weer de paarse. Een groot blikje. En de rest die mag dan eventjes hier aan werken. Zodat we dus zeg maar verder kunnen naar de volgende vloer. Goed. Ja, het maakt mij niet uit of jullie dat terugbrengen of niet. We moeten toch heel even wachten nu. Nemen jullie dat ondertussen al mee? Ja, dat gaat best wel op goede snelheid. Hun willen dat zo graag meenemen. Laten we dat dan ook maar meenemen. Jongens, jullie zijn hebberig. We hebben alleen maar de treasures nodig. Ach ja, wat maakt het uit. Oké, wat hebben we? Break! Een open architecture. Oh, zalm. Altijd handig. Oké, nou we hebben alle treasures hier gevonden. Het hek is nou dus net op het goede moment open gegaan.
En ik denk dat ik het daarbij wil laten in deze aflevering. Dus morgen gaan we sowieso weer verder. Morgen is het woensdag, weet ik zeker. Dus morgen gaan we dus verder in deze cave. En kijken we wat we nog meer hier allemaal wel niet kunnen vinden. Heb je een leukste momentje? Vragen? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij de volgende aflevering. En ja, donderdag, oudjaarsdag, zou er ook een aflevering komen. Dus maak je daar maar geen zorgen over. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer bij de volgende aflevering. Doei! We hebben 50%!